hebben zojuist even gekeken bij de training. We zijn nu onderweg naar de trainingshal, want wij mogen nu eindelijk aan de slag. Eerst in de warming-up hal trainen en daarna in de wedstrijdhal. We kunnen bijna gaan inspringen. Normaal gesproken zouden er 6 vrouwen zijn in deze groep. 4 van Nederland en 2 van Azerbeidzjan. Maar nu zijn er maar 2 vrouwen van Nederland natuurlijk, maar die zijn maar geplaatst. Alleen Pascal en Carlijn. En 2 vrouwen van Azerbeidzjan. Dat wil zeggen, ze zijn met z'n 4 op 2 trampolines, 1,5 uur lang. Dus in ieder geval geen gebrek aan springtijd. Wat vinden jullie trouwens van deze trui? Ik vind hem best wel mooi. Lennart? Wat vind je van je kleding? Zit lekker. Zit goed? Ja. Waar wil je nu zijn? In de wolken. In de wolken. En waar nu? Ja, als je nou onder water. En nu? In de ruimte. Oké. Okay. Dan moet je even zo zweven. Eerste training gehad. Hoe ging het, Pascal? De eerste training ging eigenlijk best wel goed. Van op een paar beurtjes na, maar over het algemeen ben ik heel tevreden. Ja, ik denk het ook. Op een paar beurtjes na ging het inderdaad heel lekker. En synchroon, ook voor de eerste vandaag, Carlijn en Pascal geoefend. Ik vond het veelbelovend. Het moet nog wel even geoefend worden, maar ik vond het zeker niet verkeerd. Nee, ik heb er zin in. Nou, de eerste dag zit erop. De training is goed gegaan. Ik denk dat we een lekker eerste dagje hebben gehad. Morgen trainen we weer rustig verder. Moeten we al om 10 uur 's ochtends. En het leek me leuk om verder in het filmpje een... Dit is zo vervelend, Lennart. Om verder in het filmpje morgen een Q&A, oftewel questions and answers, oftewel een vraag en antwoord onderdeel in het filmpje te stoppen. Dus mocht je vragen hebben aan mij, of aan Lennart, of aan Carlijn, of aan Pascal, kan je die stellen via onze Facebookpagina www.facebook.com/triffistv of via mijn YouTube kanaal. En die vragen zullen we dan morgen met z'n 4 beantwoorden. Tot dan!